Ik was een jongetje van 18 jaar en toen kwam ik bij de belastingen, maar ik wilde journalist worden. Ik dacht, hoe hoor je dat? Weet je wat? Ik begin bij de geïllustreerde pers. Ik werd aangenomen op het archief en toen sprak ik iemand van de Donald Duck redactie en die zei, we krijgen zulke leuke brieven van kinderen en die krijgen een antwoord van oom Donald. Ik zeg, geef mij eens een paar van die brieven. En 's avonds heb ik een paar van die brieven geschreven aan die kinderen, hele verhalen hoe het in Donald Duck stad ging, noem maar op. Dat viel op bij iemand van de redactie van Revue, het Weekblad. En op een gegeven moment mocht ik daar komen werken. En ik kreeg meteen forse opdrachten. Ze hadden een contract met een Italiaans tijdschrift. En die stuurde elke week een grote kleurentekening. Een waar gebeurd verhaal. Er was geen tekst bij, helemaal niks. En ik moest zorgen dat daar een mooi verhaal bij kwam. En de ene keer was het een pastoor die aan het vechten was met een inbreker die de kerk was gekomen. De andere keer was het een rel op een voetbalveld waar iemand met een pistool stond. 1500 woorden moest het ongeveer worden. Ja, dat is natuurlijk goed uitzoeken. Je keek naar de landkaart. Welk land is het? Zie ik er iets aan die tekening? Dat ik zie het is Frankrijk of wat dan ook. Dan de kaart. Een middelgrote stad nemen, want je moest natuurlijk ook met namen werken. Bedrog moest niet uitkomen. En zo kwam het ware verhaal tot stand. Op maandag 17 juli liep kapelaan Fellini tegen 3 uur in de middag zijn brevier te lezen, terwijl hij steeds hetzelfde wandelingetje achter de grote kerk maakte. 40 passen heen, 40 passen terug. Deze regelmaat werd onderbroken toen de kapelaan uit de kerk enkele vreemde geluiden hoorde. Verbaasd fronste Fellini zijn wenkbrauwen. De pastoor zat in de pastorie. De kapelaans gaven op school les en geen enkele gelovige zou op dit tijdstip door het kerkgebouw kunnen lopen. Vreemd, zei Fellini terecht. En hij stapte het kerkportaal in. Maar ja, na 2 jaar ben ik toch ontslagen. Wegens gebrek aan fantasie. Het was kennelijk niet goed genoeg. Het is later allemaal wel goed gekomen. Ik ben bij de Tijd gaan werken op de stadsredactie. En bij het Parool. En dat waren voor mij de gouden jaren.